Helemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een wat ik eet op een dag video, aangezien dat daar de laatste tijd weer super veel vragen naar komen. Ik zit weer in een periode waarop ik vrij clean aan het eten ben. Ik heb het, laat ik zeggen, 80% goed volgehouden sinds de vorige keer dat jullie mij gezien hebben. Maar ik bedoel, ik ben niks bijgekomen, maar ook niet superveel meer afgevallen. Ik heb daar een update over geschreven op mijn blog. Ik zal daar een linkje hieronder voor inzetten, dat jullie dat eens kunnen lezen als jullie dat willen. Maar het is nu nog een maand totdat wij op vakantie gaan. Waarschijnlijk, we zijn er nu nog aan het plannen, we hebben nog niet echt iets geboekt, maar waarschijnlijk een maand totdat we op vakantie gaan. Dus tot dan wil ik eventjes echt goed knallen, zodat ik daar ook kan genieten en gewoon niet te veel moet opletten op wat ik eet en gewoon ook lekker kan genieten van eten, want we gaan waarschijnlijk naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Zo, daar kan je altijd goed eten. Let ook dus wel, dit is niet echt exact een voorbeeld van wat ik elke dag eet. Ik snoep heus ook wel eens. Ik ga ook wel eens op restaurant, dat is ook niet altijd het gezondste. Maar dit is ook puur voor inspiratie voor jullie en ik vind het leuk om te delen en motiveren, inspireren, zo'n dingen. Dus misschien halen jullie er voor julliezelf nog iets uit. Ik heb mij al helemaal klaargemaakt, aangezien dat ik vandaag niet super druk heb. Maar ik moet een paar video's editen en ik heb vanmiddag bijles. Ik neem dit semester bijles economie voor mijn examen te halen. Deze examenperiode, binnen 2 weken heb ik mijn examen, dus het is best wel spannend. Ik heb nog een aantal lessen te gaan. En aangezien dat ik echt een nul ben met cijfers en economie en zo, heb ik daar bijles voor genomen. En dat moet nu echt gaan lukken, dus dat is om 2 uur. Dus dat is wel echt zo midden op de dag, is een 1,5 uur. Dus ja, ik ga mijn ontbijtje maken. Ik ga mijn ontbijtje klaarmaken en ik laat jullie eventjes eerst zien wat er allemaal in zit. Ik ga namelijk een smoothie maken. Daar zit in een beetje magere verse kaas. We hebben gevonden, mijn vriend dan vooral, heeft gevonden dat hier het meeste eiwitten in zitten ten opzichte van het minste vet en suiker. Dat is zeg maar de bio-versie van het huismerk van Colruyt, als ik het juist heb. Dan waarschijnlijk hier de helft van spinazie. Een halve avocado. Ik heb gisteren de andere helft opgegeten en ik laat dat gewoon liggen. Het is echt niet vies als dat een beetje donker wordt. Don't worry. Halve banaan, want de andere helft eet ik vanmiddag op. Citroensap van 1 volledige citroen. En een half schepje proteïnepoeder in vanillesmaak. En dat samen maakt echt een kei lekkere smoothie. Die de perfecte balans heeft tussen zoet en zuur. Wat ik echt super lekker vind. Oké, here we go. Oké, je smoothie is klaar en ik ga daarbij ook een theetje zetten. Ik gebruik deze ochtend Kuzmi Tea en dat is een groene thee blended met orange. Wacht hoor. Hij heeft het moeilijk. Ja, daar gaat hij. Oei, nu heb ik het in het Frans. Handig. Hier, blend of green China tea. Bla bla bla, dat is een losse thee. Dus die stop ik hierin. En die heb ik gekocht in de Bio Planet, heet dat. Een bio-winkel. Krijg je gewoon 100 zakjes door je thee en hang je in je tas. En klaar. De thee zelf ziet er van binnen zo uit. En ruikt echt zo lekker. Oh, zalig. En bij mijn ontbijt neem ik ook nog 1 vitaminepil. Deze van het kruidvat, huid, haar en nagels. Alles is verzameld en ik ga nu, terwijl ik het opeet, een video editen. En het is ondertussen 9 uur. Dan hebben jullie ongeveer een idee van hoe laat dat ik alles eet. Snacktime! Yummy! Mijn snackje, wat ik normaal gezien om 10 uur eet, maar ik ben helemaal afgeleid geraakt. En het is ondertussen al 11:30 geworden, dus ik eet gewoon iets later lunch. 2 hardgekookte eiwitjes, gewoon eigeel eruit gehaald. Ik eet dat sowieso niet zo heel graag, eigeel als dat hardgekookt is. Zonder brood, zeg maar, zo eigeel eten. Niet zo lekker. Dus 2 hardgekookte eiwitjes en dat vult zo hard. En ik vind dat echt super lekker, dus dat is misschien wel een tip. Time for lunch. Ik ben wat creatief moeten zijn, want het brood is op. Meestal eet ik 1 of 2 boterhammen 's middags. Maar nu 3 speldrijstwafels, oerspeldrijstwafels met platte kaas en de andere helft van mijn banaan van vanmorgen. En ik denk 3 kwart komkommer dat ik heb opgesneden. Ik heb ook gelijk gewoon een pot thee gezet voor mij en mijn beker water is weer gevuld. Dus dat is mijn lunch en dan om, ik denk tegen 3 uur zal ik wel weer honger hebben. Het is nu 1 uur. Tegen 3, 3:30 heb ik wel weer honger en dan neem ik nog een snackje. Ik ben weer lekker
thuis. Ik heb zelfs mijn jas nog aan. Het is nu denk ik 3:50, denk ik. Dat moet ongeveer wat kloppen. En ik heb trek. Ik ga nu wel weer echt een snackje maken. Ik ben net terug van de bijles en ik heb mijn snackje genomen. Een appel met een lepeltje pindakaas. Het is nu 4:00 geweest, dus perfecte timing daarvoor. Ik heb wel echt honger. Ik heb tussendoor al wat hapjes gegeten van mijn appel, maar whatever. Dus nu kan ik het goed volhouden tot het avondeten. Dit is trouwens een nagellak die ik op mijn nagels heb. Het is een beetje, ik moet er nog één laagje over doen. Aangezien dat mijn nagels heel erg kapot zijn van vaak shell en zo te gebruiken. En ja, je ziet het er wel door. Dus dit is nu 2 laagjes. En het is de kleur. Het is een olie nagellakje van L'Oréal. Ik denk dat dat juist nieuw is. In de kleur 114 Nude Demoiselle. Het is echt een super mooi kleurtje. Echt zo Instagram. Tijd voor het avondeten. Ik ga misschien eventjes zelf uit mijn schaduw staan. En is iets super gezond wat we nog in de vriezer hadden staan. Dus ga ik lekker opeten nu. Ik ben alleen thuis vanavond. Allee, ik eet alleen thuis. Dus dan ben ik vaak te lui om zelf iets klaar te maken. Maar vriezer is daar een perfecte oplossing voor. Ik ga vanavond lasagne eten. Maar niet lasagne met pasta, maar met... misschien denk ik het juist zeg, aubergine. Ja, ik verwaarde dat met courgette. En ja, het is aubergine. En komt eigenlijk uit het boek van Rens Kroes. Ik zal misschien de recept er eventjes bij pakken. En dat ziet er bij haar zo uit. Dus het lijkt nog wel een beetje op elkaar. Mijn moeder heeft deze voor mij gemaakt. En zij doet vaak een klein beetje gemalen bloemkool door de saus heen. Omdat zij het heel basic houdt. En ja, dat is niet altijd super vullend. Niet altijd even vullend, vind ik persoonlijk. Dus mijn moeder maakt het dan... Dat zijn ook die puntjes die je ziet. Dat is eigenlijk gewoon een beetje bloemkool. Dat ze er soms wat door doet. Dus ze experimenteert dan vaak wat mee. Maar dit is dus het recept voor wie interesse heeft. Kan je even print screenen. En komt uit het boek, misschien is dat ook wel handig, Powerfood van Friesland naar New York van Rens Kroes. Superleuk boek. Ik maak niet zo heel vaak echt gerechten uit kookboeken, aangezien ik het gevoel heb dat het altijd ten eerste super lang duurt en ten tweede super vettig is. Ook al claimen ze dat het gezond is. Maar bij haar heb ik dat gevoel echt niet. Dus er staan echt heel leuke receptjes in. Ze heeft in totaal 2 boeken, denk ik. Zeker een aanrader. En ik heb sinds dat ik vanmiddag mijn snack liet zien, ook mijn nageltjes gedaan. Yay! Met sowieso een heel licht kleurtje. Yep. Dus dat ga ik nu opwarmen in de magnetron. Ik dacht te zeggen microgolf. In de microgolf of de magnetron. En ga ik daar lekker van eten. Het is ondertussen ongeveer 1,5 uur later na mijn avondeten. En Zoe en ik gaan sporten. We gaan een rondje lopen. Het is beloofd een pittige training te worden. Dus ik heb... een klein beetje zenuwen voor. Het is echt stom, maar ik krijg altijd zenuwen voor zeg maar, grote trainingen, omdat ik bang ben dat ik het niet ga kunnen. Maar ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken. Dat gaan we nu even doen. Het ziet eruit als het gaat regenen en dan kunnen we beter maar gewoon het doen en dan klaar. We zijn terug van het lopen en het ging echt super goed, maar ik heb ondertussen wel echt weer keiveel trek gekregen. Dus ik neem een stukje zelfgemaakt proteïne bananenbrood. Super lekker. Dat vries ik vaak in per 2 stukjes. En dan kan ik dat in de broodrooster. Dan wordt dat zo'n klein beetje krokant. Echt kei lekker. En een bakje met aardbeien. Jam, jam. En dat is waarschijnlijk het laatste dat ik ga eten vandaag. Misschien nog wat thee straks of zo. Ja, dat ga ik nog wel doen. Dat was het dan voor vandaag. Ik heb alles gegeten wat ik normaal gezien eet op een dag. Doe zeker een thumbs up als jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Bye!